Hey, goeiedag mensen. Vandaag een vlog waarin ik allerlei dingetjes ga testen. Ik neem dit allereerst op met mijn Huawei P8 Lite. Gisteren heb ik echter een nieuw cameraatje ontvangen, Eiken A9. En we gaan kijken hoe deze presteert. Daarnaast ga ik mijn Zoom H1 testen en ga ik deze vandaag testen met een lavalier, oftewel een speldmicrofoontje. Ik ga beelden vergelijken met elkaar tussen de Huawei P8 Lite camera voorzijde, achterzijde en de Eiken A9 waar ik nu in praat. Al die beelden ga ik met elkaar vergelijken en het geluid komt dus van de Zoom H1. Nou, zoals gezegd gaan we dus vandaag wat dingen testen. Ga maar even met me mee. Allereerst, we nemen dit op met de frontcamera van de Huawei P8 Lite. We gaan even naar buiten. We hebben een perfecte dag vooruit gekozen, want kijk eens naar buiten. Het sneeuwt. Fantastisch, jongens. Het is wel een mooi wereldje zo. Best wel. Met beweging, iets sneller te lopen, kunnen we goed de stabilisatie zien. Hoi! Hoi. En nu vergelijk ik de achtercamera, de 12 megapixel camera van de Huawei P8 Lite met de Actioncam A9. Hier zie je goed de camera verschillen. Dat was het. Zoals jullie kunnen zien zit er toch wel wat verschil in beide camera's. Duidelijk dat de A9 toch wel een goedkope cameraatje is. Maar voor een low budget, 30 euro slechts, heb je toch een leuk speeltje. De Huawei camera's, de voorcamera heeft een 8 megapixel camera en de achter heeft een 12 megapixel camera. Dat verschil is goed te zien. De A9 is een HD 1080p camera, maar bij 1080p heeft hij een frame rate van 15 frames per seconde. Dus in de test heb ik hem ingesteld op 720p bij 30 frames per seconde. Nou, dan nog over het geluid. Ik was er zeer tevreden over deze keer, want ik vond het geluid van de vlog echt goed. Dat dankzij de Zoom H1. Ik zal hier bij een andere vlog een keer dieper op ingaan. Nou, dit was het eind van deze vergelijkingsvlog. Binnenkort ga ik de Eiken A9 vergelijken met de 9R. Dat is een duurder broertje. Dus er komen nog meer vergelijkingen aan. Keep you posted.